Vanaf morgen wordt de lucht in onze provincie minder gezond. Het RIVM heeft daarom een zogeheten smogwaarschuwing afgegeven. Voor sommige inwoners kan de slechte luchtkwaliteit namelijk voor problemen zorgen. Joost Wesseling is onderzoeker luchtkwaliteit van het RIVM. Meneer Wesseling, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn problemen waar mensen mee te maken zouden kunnen krijgen de komende 2 dagen? Het hangt er een beetje vanaf, van de persoonlijke omstandigheden. Maar met name mensen die al een beetje last hebben van hun longen, van hun luchtwegen algemeen, kunnen ergere klachten krijgen. Dus benauwdheid, geïrriteerde luchtwegen. Maar het kan ook, als de concentraties ozon wat hoger worden, kan het ook betekenen irritatie van je neus, slijmvlies, van je ogen. Dus dat betekent een heel scala aan klachten wat mensen kunnen krijgen. En hoeveel je ervan krijgt, dat hangt heel erg af van je eigen persoonlijke omstandigheden. Sommige mensen zijn daar redelijk gevoelig voor, andere mensen weer veel minder. Dus we waarschuwen juist om mensen die gevoelig zijn een kans te geven om daar wellicht iets aan te doen. Ja, en iets aan te doen, is dat dan dat mensen wat rustiger aan moeten doen? Ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Vermijd grote inspanningen, met name later op de middag. Eigenlijk als de zon ook al heel erg aan het branden is, dan zijn ook vaak de ozonconcentraties het hoogst in dit soort perioden. En mensen die überhaupt al last van luchtwegen hebben, die weten vaak al hoe ze bijvoorbeeld met medicijnen, meer medicijnen of andere medicijnen, hoe ze zich daar beter op voor kunnen bereiden. Maar dat betekent dan dat je daar een voorwaarschuwing moet hebben. Dus nu hebben ze 1, soms 2 dagen van tevoren hebben ze de mogelijkheid om daar iets aan te doen. Ja, om zich op die manier voor te bereiden. Ja, want zijn er veel mensen die daar last van hebben eigenlijk? Exacte cijfers zijn niet heel erg bekend. Er zijn orde grootte 1 miljoen of meer mensen die op een of andere manier last hebben van luchtwegen in allerlei soorten. En hoeveel mensen daar precies last hebben van ozon, weet ik niet. Sommige mensen zullen er wel een beetje last van hebben, maar stappen daar makkelijk overheen. Andere mensen zullen daar heel veel last van hebben. Maar exacte cijfers over die verdeling weet ik niet. Nou wordt het dus warm morgen, zo rond de 30 graden. Wat is nou de precieze oorzaak van die smog? Dat is niet alleen die warmte. Nee, klopt. Het is niet alleen warmte. Je hebt een paar dingen nodig om echt zomersmog, ozonsmog te krijgen. Je hebt vervuiling in de lucht nodig. Vooral stoffen als stikstofoxiden. Maar soms ook vluchtige organische stoffen. Ingewikkeld woord, maar heel veel oplosmiddelen bijvoorbeeld behoren tot die categorie. Je hebt die stoffen nodig. En die komen vaak een beetje uit het zuidoosten van Europa. Dus je hebt wind uit het zuidoosten nodig. En dan onder invloed van zonnestraling, heel veel zonnestraling, dus met name bij hoge temperaturen, worden die stoffen omgezet in ozon. En dat is dan de stof waar wij last van hebben. Dus je hebt zuidoostenwind nodig, niet al te hard. En je hebt hoge temperaturen nodig. Gelukkig komt die combinatie niet al te vaak voor. Maar zo'n waarschuwing als die het RIVM nu heeft afgegeven, is dat iets wat eigenlijk elke zomer wel gebeurt? Ja, elke zomer hebben we wel een paar van dit soort smog-episoden. Soms 1, 2 dagen. We hopen dus dat het 1 week is geweest. En afhankelijk van het niveau spreken we dan van een waarschuwing. Dat betekent dat de ozon niet hoger wordt dan 180 microgram per kubieke meter. Dus de maat waarin dat wordt uitgedrukt. Het kan ook nog hoger zijn als we verwachten dat het 240 microgram per kubieke meter wordt. Dan heb je het over een smog-alarm. En dat betekent eigenlijk al die klachten die ik net beschreef, maar dan in meer mate en ook veel meer mensen die daar last van gaan hebben. Dan gaat dit dus morgen spelen, met name in de loop van de dag. Zei u al, wanneer is de smog weer verdwenen? Kunt u dat al zien? De verwachting is dat donderdag in de loop van de avond er onweersbuien komen en de wind wat meer naar het westen gaat draaien. Dat betekent meestal dat dan de temperaturen zakken en naar de westenwind betekent dat die stoffen die je nodig hebt niet worden aangevoerd. Maar het is nog een beetje onzeker hoe die weersontwikkeling dan zal zijn donderdag namiddag. En dat is een onzekerheid die dus ook bepalend is voor de smogverwachting. Als de wind inderdaad betekent meer naar het westen, dan zal die smog snel afnemen. Als de wind toch weer wat teruggaat naar het oosten, dan wordt het weer een ander verhaal. Maar de verwachting is na donderdag een middag afname van de smog. Ik dank u wel, Joost Wesseling van het RIVM.